De Franse ambassadeur Antoine Joly vertrekt na een dienstverband van 5 jaar uit Suriname. De diplomaat is vandaag door president Chandrika Prasad Santokhi gedecoreerd tot drager van het groot lint in de ereorde van de palm. Op het presidentieel paleis benadrukte het staatshoofd de bijdrage van ambassadeur Joly in het versterken van de relatie tussen Suriname en Frankrijk. President Santokhi sprak ook zijn dank uit voor de Franse ondersteuning aan Suriname in de strijd tegen COVID. Hij noemde Joly's interesse in cultuur en natuur. Ambassadeur Joly toonde zich zeer ingenomen met de decoratie. "I am proud of this medal of Suriname," gaf hij aan. Ambassadeur Joly stond ook stil bij de grensbesprekingen die de laatste tijd vlotter verlopen. De diplomaat zei dat de Franse regering Suriname zal blijven ondersteunen bij het herstellen van de economie.